Bert, vertel eens. Hoe lang zit jij al in de Stokka Formule 1? Dit is mijn 22e jaar geweest. Afgelopen seizoen. 22 jaar. Dat is een hele lange periode al. Waarom heb je destijds gekozen voor deze klasse? Ja, ik had eigenlijk geen andere keuze. Overgenomen van mijn vader, familietraditie. Daarmee zijn we mee doorgegaan. Wat vindt de rest van de familie daarvan, van, dat jij Stokka reist? Welke familie bedoel je? Mijn gezin? Mijn gezin die staat gelukkig volledig achter mij. Anders was dit ook niet mogelijk geweest. De jongens, ik heb 5 jongens omlopen hier thuis. En er zijn een aantal bij die zien het Stokka race op wilt zitten. Dus wie weet wat er gaat gebeuren in de toekomst. 5 jongens. Allemaal een Stokka Formule 1 later? Nou, dat hoop ik niet. En voorlopig ook nog niet. Want ik ben zelf nog niet klaar met racen. Je zei al van nou, je vader die crosste veel. Vanaf welke leeftijd ging je al naar de cross? Ja, vanaf ik dat kan heugen. Ja, 4, 5, 6 jaar. Vanaf mijn 14e ben ik echt serieus mee gaan helpen. Op de crossen zelf en op de zaterdagen meesleutelen om de auto's klaar te maken. Toen is het al echt serieus geworden. En dat virus is nooit meer weggegaan? Nee, nooit meer. Nee. Wat is nou het mooie eraan? Als je nou het moet uitleggen aan iemand die nog nooit van Stokka race heeft gehoord, hoe zou je dat willen uitleggen? Ja, de sensatie. De beleving met die V8-motoren, het geweld, de contacten, het contactsport, alles. De sfeer eromheen. Samen proberen de boel weer voor elkaar te krijgen, zodat je weer met z'n allen op de baan staat en dan kun je daar weer met elkaar verder vechten. Strijden op de baan en in de pitlane samen sleutelen. Dat is wel de bedoeling, ja. Word je er niet helemaal zat van soms, dat het weer van alles stuk is omdat het een contactklas is? Ja, soms wel, maar ja, dat is gewoon niet anders. Het hoort erbij. En al het onderhoud, je zegt nou, we doen het samen. We zitten hier in een prachtige loods met meerdere Stokka's. Doe je al het onderhoud? Doe je dat helemaal zelf of heb je daar een hele crew voor achterhand? Nou, ik doe heel veel zelf, samen met mijn vader. Een goede maat van me, Willem de Boer, helpt mee. Mijn jongens zijn nu op een leeftijd dat ze mee gaan helpen. Ja, met elkaar komen we een heel eind. Ik heb geen grote crew achter me staan die alles doet. Nee. Meer dan zelf. Ja. We hebben het dus ook al over ongelukken gehad. Als er een crash is van afgelopen 22 jaar, waar je op terugkijkt en je denkt van, auw, die was pijnlijk. Waar kijk je dan op terug? Ja, die van afgelopen seizoen op Texel was ook lekker. Maar de klapper van 2006 op Colm, ja, die blijft het meeste bij. Die heeft ook het meeste pijn gedaan. De vlieger? Die vlieger, ja. Vuur zit nog steeds in de ogen, dus je hebt ervan geleerd? Nee. Zulke soort momenten leer je niks. Nee. We zien op de circuitracen, zien we al telkens vaker dat hybride sporten, de sport wat hybride wordt. De Formule 1 zie je ook al met hybride technieken werken, de Formule I begint helemaal elektrisch. Hoe zie jij dit evolueren in de autocross? Zie jij daar ook in de toekomst misschien de auto ook met hybride motoren of ondersteuning gaan rijden? Dat zie ik 1, 2, 3 nog niet zitten. Nee. Dan is er een heel stuk sensatie, gaat weg, beleving. Ja, nee, ik geloof niet dat een kans verslagen heeft in onze sport. Ik denk niet dat we er aan kunnen ontkomen in de toekomst. Jammer genoeg, denk ik. Maar ik ben benieuwd waar het allemaal gaat brengen, maar ik zie het op dat gebied niet positief in. Gewoon lekker met een brullende verjaardag blijven rijden. Ja, en niks anders. We zitten hier ook gewoon voor jouw mooie raceauto. Stel ervoor dat jij gewoon nu helemaal een vrijbrief zou hebben om één ding in het reglement te mogen veranderen. Maakt niet uit hoe, maakt niet uit wat het kost. Wat zou je dan veranderen aan het huidige reglement? Weinig. Eén puntje wat ik wel een beetje jammer vind is nu net vorig jaar opgenomen het reglement. Dat is het maximale aantal toeren van 7.500. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje niet bij deze tijd passen. Dat is het enige. Voor de rest ben ik er wel tevreden mee. Je hebt al 12.500 toeren. Nou, dat is wel heel exotisch, maar 8.000 lijkt mij niet onoverkomelijk. Nee, 8.500. Stel,
gebeurt iets of er is iets en je kan niet meer in deze klasse rijden. Wat zou je dan gaan doen? Nou, ik blijf betrokken bij deze sport. Absoluut. Als het rijden weg zou vallen, dan denk ik dat mijn jongens wel gaan beginnen. Die staan nu op te vragen om een F2. Daarnaast heb ik nog meerdere motoren draaien in de Formule 1. Die heb ik gebouwd voor de jongens en die heb ik in onderhoud. Dus er blijft altijd wel een band met de racerij. Zoals zou je zelf niet meer kunnen racen, je blijft er altijd bij. Ja. Dit gaat door totdat ik omval, denk ik. En hoe hard moeten die jongens zeuren om zometeen die Formule 2 voor hun verjaardag te krijgen? Heel hard. Nou, ze zijn bezig met sparen en dat gaat verbazingwekkend goed genoeg. Dat had ik niet verwacht. Ja. Maar ze moeten wel goede cijfers op school halen, anders mogen ze niet? Ook dat. Alles moet een beetje in goede harmonie zijn. Wat is nou het stomste wat je kan overkomen als coureur zijnde? Het stomste? Ja, er zijn meerdere dingen. Diesel gaan tanken in plaats van benzine. Dat is ook niet zo'n hele goeie, wat wel eens gebeurt hier en daar. Dit interview bijvoorbeeld? Nee, dit niet. Valt mee. Nee, aan de start staan met een lekker band. Dat soort dingen is mij ook wel eens overkomen, dat je niet goed oplet. Wie is jouw grootste held in de algehele autosport? Algehele autosport? Ja, dan kom ik toch bij een Nigel Mansell uit. Ja. De Red 5. Ja. Maar ik heb jou nog nooit zo dramatisch uit een auto zien stappen zoals Nigel wel eens deed. Nee, maar het verschil moet er zijn. Ja. Ja, zo hoeft het voor mij ook niet. Nee. Geweldige coureur, de Lion. Ja. Als hij top was, dan was hij niet te verslaan. Maar op het moment dat hij weer zo'n theatraal stukje had, dan... Ja, zo ken ik jou helemaal niet. Dat verbaast me. Nee, dat stukje ontbreekt er dan. Maar wat Mansell wel had, wat ik dan mooi vond... Hij kon enorm zijn materiaal gaan gebruiken op het moment dat het moest. En daar kon ik enorm van genieten. Wordt je partner wel eens gek dat je nou weer in dat hok staat te sleutelen met de stokkaars, met de motoren. En dat je nooit even lekker gezellig met haar op de bank zit televisie te kijken? Ja, wekelijks. Maar dat is er van tevoren. Nee, het is niet zo erg meer als voorheen. Er zijn nu 1 of 2 avonden dat ik eigenlijk niks doe. Dan ben ik wel binnen, maar op de bank zitten is er ook niet echt bij. Er is altijd wel wat te doen. Stel, ze zegt, ik wil een nieuwe wasmachine en jij wil een nieuwe stokkaronderdelen. Wat gebeurt er dan? Eerst de wasmachine maar. Ja. Dan heb ik daar geen problemen meer, dan heb ik hier weer wat meer vrijheid. Als je nou zo jezelf de vraag zou stellen van, ik had dit niet gered zonder... Welke namen komen dan naar voren? Ja, mijn vader, mijn vrouw, Willem, mijn maat. Heel veel prijzen gewonnen, vakkampioenschappen gewonnen. We hebben gezien dat je Hallam, je thuisgras, meerdere keren hebt gewonnen. Welke prijs ontbreekt er nog? En welke wil je heel graag nog winnen? Ja, NK St. Maarten lijkt me nog wel eens leuk. Het stukje huiswerk wat je meekreeg, dat was of je 2 bekers ze willen klaarpakken, waar je de mooiste herinnering aan hebt. Ja, kan je eens een van de 2 bekers pakken? Nou, dit is de eerste. En die dateert van 2000. Toen heb ik de, wat was ik, 22. Voor de eerste keer de Hallam Cross gewonnen. Ja, dat was toch een speciaal gebeuren. Ja. Hij heeft het feestje niet overleefd, zie ik. Nee. Dat klopt. Je hebt nog 2e beker klaargepakt? Ja. Die is van 2012. En toen was het dus een blauw huis. Daar hebben ze toen de Ceramics Cup georganiseerd. Dat was toen ook een groot evenement. Ja, alles liep gewoon die dag als een trein. Het cirkeltje was rond. En, ja, kom je meteen de prijs thuis. Ja, was ook een hele mooie. Weet je nog hoeveel coureurs er toen meededen? 60. Om er bij de 60 meededen. Peter Vries, dankjewel voor onze eerste winterplaat. Graag gedaan. Heel veel succes in 2020. En we zien Ja, hetzelfde.